Wij vinden het wel fijn om jullie gezichten te zien. Weet je, alle gezichtsuitdrukkingen zijn voor ons ook altijd wel heel prettig. Ja, dankjewel Patricia. Zeker voor mij als voorzitter. Als ik zie dat de mensen echt grote fronsen hebben bij het verhaal van Patricia, dan moeten we even inbreken. Dus dan zal ik dat doen. Dus daarin vind ik jullie gezichten inderdaad heel fijn om te zien. Mijn naam is Inge Kuren. Ik ben in verschillende rollen voor de Omgevingswet bezig geweest. Op dit moment ben ik voorzitter van de Omgevingstafel in Twente. Iets wat al in de uitvoering gewoon draait. Die omgevingswet die loopt al gewoon voor een deel. En aan de andere kant help ik in de team service keten van de VNG om wat producten te ontwikkelen. Patricia, er zitten 204 mensen op jouw verhaal te wachten. Dus doe je best. Ik doe altijd mijn best, Inge. Even kijken. Als het goed is, gaat nu mijn scherm gedeeld worden. Dan ga ik hem ook even op diavoorstelling zetten. En ja, daar is die. Wij zien jou nog in beeld. Heb je niet een scherm? Dat is heel raar. Nee. Dat is beter. Ja, dankjewel. Ja? Oké, top. Dienstverlening en omgevingswet, dat is eigenlijk, we hebben een, dat gaat eigenlijk hand in hand. Vanuit het landelijk gedeelte is daar eigenlijk ook een serviceketen, van goh, hoe gaan we nou die serviceketen straks inrichten, zeker op het moment van inwerkingtreding. En en dan is eigenlijk de vraag van wat is die serviceketen, wat zijn dan de aandachtspunten, welke hulpmiddelen bieden we jullie straks aan vanuit Den Haag en hoe ver zijn jullie eigenlijk met de implementatie. Dat is eigenlijk een beetje waar we het vandaag met jullie ook over willen hebben. Jullie zien hier een plaatje en dat plaatje dat komt eigenlijk uit Asterix en Obelix. En ik draai me even om, ik weet niet of jullie het nog eens graag hebben. Asterix verovert, dat zie je natuurlijk, Asterix verovert Rome. Is een van de weinige. Een van de weinige Asterix en Obelixen, die eigenlijk waarvan eerst de film is uitgekomen en daarna het boek. En ik kijk altijd een beetje rond, ik zie eigenlijk alleen maar jonge mensen in het gezelschap, dus jullie kennen eigenlijk helemaal Asterix en Obelix niet meer zo. Dat is allemaal een beetje uit, denk ik, voor de jongere generatie. Maar Asterix en Obelix, die werden maar niet verslagen, hè, door Julius Caesar. Dat was super irritant. Vonden ook die generaals van Caesar. En dus die generaals zeiden van ja, hou maar op Caesar. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon niet lukken. Het zijn gewoon goden die mensen in dat Gallische dorpje. Nou, Caesar die zei van ja, kan me eigenlijk helemaal niet schelen. Ga dat maar eens eerst eens even bewijzen dat het dan goden zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Asterix en Obelix kregen de opdracht om te bewijzen dat ze goden waren. En wat was de opdracht? De opdracht was eigenlijk, haal een formulier uit het huis dat gek maakt. En dat huis dat gek maakt, ja, dat is eigenlijk zoals we misschien wel veel burgers of bedrijven zien. Misschien ook wel wij zelf vanuit verschillende overheden, bij andere overheden. Van ja, we moeten iets met elkaar hebben. We moeten ergens iets voor elkaar krijgen en we worden van het kastje naar de muur gestuurd. Nou, ik heb deze strip al best wel lang, maar ik moet er iedere keer weer om lachen. Ja, sorry, misschien heb ik geen goed gevoel voor humor. Maar in ieder geval is het wel iets om intern eigenlijk om zomaar eens even ook naar te kijken waar we nu staan. We hebben een wet, we krijgen een nieuwe wet die 26 wetten samenvoegt. En dat is niet niks. Dus 26 wetten van allerlei verschillende dingen die eigenlijk samenkomen in die omgevingswet. En die straks ook samenkomen bij het loket waarvan meestal de gemeente het bevoegd gezag is. En op enkel geval is dat eigenlijk de provincie of het Rijk. En in de wateractiviteiten is dat het waterschap. Maar in het merendeel van de gevallen is de gemeente eigenlijk het loket en komen eigenlijk al die vragen van die 26 wetten samen. Het betekent niet dat het daarmee altijd ook eenvoudiger wordt. Want we hadden het hier net al even in het voorgesprek, voordat iedereen aan het inloggen was, al eventjes over natuur en allerlei dingen die daarbij een rol spelen. Er komen gewoon heel veel dingen samen waarbij we de juridische landelijke kaders nog niet zomaar hebben samengevoegd of vereenvoudigd. Dus dat het voor een deel ook nog steeds ingewikkeld is, die hele omgevingswet, dat is zo. En daar hebben we ook mee te dealen. Maar daar hebben we nu ook, hebben we nu ook al mee te dealen. Het is ook weer niet zo dat het helemaal nieuw is.
In het omgevingswet is een checker gebouwd. En daar, voor de mensen die daarmee al geoefend hebben, die zullen ook vast ervaren van, nou, dat is ook zo. Daarin zie je ook dat die 26 wetten samenkomen. Sterker nog, daar komen ook de regels van gemeenten, van waterschappen en van provincies samen. Dus ook nog eens van die drie verschillende bestuurslagen. En wat je ziet is dat die checker inderdaad best wel moeilijk is in te vullen voor met name de wat meer incidentele gebruiker. Dat die eigenlijk denkt van, goh, hoe werkt dat en hoe zit het? Dat betekent dat je misschien zeker in de aanloopfase en zeker in de fase waarin we nog met elkaar bezig zijn ook om het omgevingsloket te verbeteren, waarin gemeenten ook hun eigen omgevingsplan geüpdate moeten hebben en pas dan eigenlijk ook vragen aan locaties kunnen verbinden, dat we eigenlijk met tot die tijd ook wel even moeten kijken van, goh, hoe werkt die checker? En wat heel erg relevant is, is dat die checker wel voor jullie mensen, voor KCC-medewerkers of front-office-medewerkers, hoe die rol en taakverdeling ook is, dat je in ieder geval jezelf wel eigen maakt hoe die 26 wetten met elkaar samen hangen. En hoe die taakverdeling er precies uitziet, ik kan jullie vertellen, ik ben veel in het land geweest. Volgens mij zijn er 342 modellen hoe de taakverdeling is tussen KCC, front-office en back-office-medewerkers. Ik heb weinig dezelfde modellen gezien en in elke organisatie is dat anders. Nou, is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg, want we weten ook dat natuurlijk die kennis die aan de voorkant zit ook afhankelijk is van de type mensen die er zitten, van de organisatiestructuur, van de type vragen die je aan de voorkant krijgt. Als je op een gegeven moment heel veel vragen krijgt over natuur of over de WKB, dan zul je zien dat die kennis ook steeds meer naar de voorkant geplaatst wordt. Dus dat is helemaal niet erg, vinden we ook helemaal niet erg. Maar wat we wel aan jullie mee willen nemen is van, denk heel goed na van, als je straks al die verschillende vragen ook aan de voorkant krijgt, hoe ga je daarmee om en hoe ga je die doorrouteren? Dat is eigenlijk het verhaal waar ik het vandaag met jullie over ga hebben. Nou, ja. Het doel van die serviceketen, is eigenlijk dat we heel graag willen dat die initiatiefnemer straks op een goede manier wordt geholpen. En dat daarin speelt eigenlijk het bevoegd gezag een hele belangrijke rol in. Hè? Wat ik net al zei, waar, daar spelen die gemeenten een belangrijke rol in voor al die vragen. En daar spelen ook de waterschappen een belangrijke rol in voor de wateractiviteiten. Maar daarachter, omdat juist vanuit al die verschillende overheden en al die verschillende wetten natuurlijk ook vragen kunnen komen bij gemeenten, zul je dus ook aan de achterkant het een en ander moeten regelen om die dingen goed bij elkaar te laten werken. En om die serviceketen goed te laten werken, zeggen we, joh, dan moet eigenlijk die initiatiefnemer moet goed op sterkte zijn. Die front office / KCC moet goed op sterkte zijn. Die back office moet goed op orde zijn. Misschien wil je nog iets in de regio organiseren. Zeker daar waar het gaat in de relatie tot de provincie en omgevingsdiensten en veiligheidsregio's en gemeenten. En tot slot hebben we het over aan de landelijke kant natuurlijk ook wat te doen, omdat we verwachten dat er echt wel ook punten zijn waar we nog niet aan gedacht hebben of waarvan we zien dat we met elkaar nog een stapje bij moeten zetten, dat we daar eigenlijk op een goede manier bij helpen. En dat is de vijfde lijn. Wij gaan het vandaag hebben met name over de eerste drie lijnen. En dat doen we eigenlijk door jullie mee te nemen in de manier waarop we daar eigenlijk over wat nadenken. We hebben gekeken over wat voor type vragen komen er zoal veel aan de voorkant binnen. En als wij met front office medewerkers praten en KCC medewerkers en ook kijken naar de webpagina's zoals die bij gemeenten worden bezocht, dan zien we eigenlijk dat dit lijstje vragen gewoon veel voorkomt. Mag dit op deze locatie? Mag die dakkapel? Mag die schutting? Mag ik dit doen? Mag ik dat doen? Nou, dat zijn allemaal vragen die jullie allemaal langs zij krijgen. Ik begrijp de checker niet. Ook nu zien we al dat best wel veel mensen vragen en dingen hebben over de checker. Wat moet ik doen? Nou, dan is de vraag ook aan jullie kant. In hoeverre help je dan mensen om ofwel door de checker te komen of tot een aanvraag? Maar we zien ook vragen die binnenkomen van, goh, ik heb een aanvraag gedaan en hoe staat het daar nou mee? Dus dat betekent eigenlijk ook dat je moet gaan nadenken over van, goh, net zoals je dat nu ook doet, dat je eigenlijk dat soort informatie kan opvragen. Kunnen jullie mij helpen met het doen van die aanvraag? En mijn buurman is aan het verbouwen, mag dat? Dit zijn de vragen die je nu binnenkrijgt. En wat is nou het bijzondere van die hele omgevingswet? Deze vragen blijven eigenlijk hetzelfde. Die gaan niet anders worden. Die initiatiefnemer die gaat echt niet andere bomen kappen of meer bomen kappen of weet ik veel wat. Die blijft
diezelfde boom kappen. Nou ja, die boom is dan al gekapt, maar dan natuurlijk een andere boom. Maar die blijft dezelfde activiteit verrichten die die nu ook doet. Dus dat betekent dat jullie een bak aan kennis hebben zelf in je eigen organisatie van wat er straks op je afkomt, in ieder geval voor de inhoud. En dat je op die manier alles kan kijken van, goh, op welke manier kan ik die vragen dan ook goed doorrouteren? He, ik zag net in de vragen die jullie net hebben beantwoord, dat jullie allemaal verwachten dat er meer vragen komen. Nou, als je die meer vragen goed wil afvangen, dan kun je ook kijken van, goh, hoe kan ik bepaalde vragen misschien anders, slimmer afvangen, zodat ik dit soort type vragen wel nog heel maatgericht kan doen aan de voorkant. En hoe ver ga je daarin? Dus het goed doorgeleiden daarvan is echt van belang. En vooral ook gebruik maken van wat er in jullie gemeente en in jullie organisatie gebeurt. Nou, wat we zien, en dat is wel interessant eigenlijk ook van wat je net zag, zijn eigenlijk de topvragen die er gesteld worden aan de voorkant. Wat we in het loket zien, zijn dit de type aanvragen die gewoon heel veel voorkomen in het loket zelf. Dus ook dit is natuurlijk een belangrijke bron voor jouw informatie, om te kijken van, hey, wat betekent dit als mensen een aanvraag aan het invullen zijn, en waar zien we bijvoorbeeld ook nu al problemen, hoe we dat verder kunnen aanvullen, zodat zij komen tot een goede aanvraag, tot een goede selectie van de activiteiten. Dus daar kunnen we mensen natuurlijk ook in helpen. Nou, voor de mensen eigenlijk ga ik hier niet zo heel lang bij stilstaan, want jullie hebben bijna allemaal wel aangegeven, we weten eigenlijk al wel wat van de omgevingswet. We weten al wel wat van de omgevingswet, dus het is niet allemaal nieuw. Maar waardoor wij ook verwachten dat er echt wel wat meer vragen komen, waardoor het werk van die hele voorkant, van die hele serviceketen, substantieel gaat veranderen, is dat we zien dat natuurlijk die bouw gaat het een en ander in veranderen. Hè? Dus met de knip. Ik ga ze niet allemaal één voor één langslopen. Maar met name die bouw is een cruciale. Ook in combinatie met die WKB, waar echt wel veel veranderingen aan de orde komen. Het is ook echt wel een andere wetgevingssystematiek. Mensen mogen ook veel meer in losse activiteiten aanvragen. En we zien daar ook nog wat varianten in vergunningen, meldingen en informatieplichten. Dus hoe hou je dan toch ook aan de achterkant goed bij elkaar? Wat ik net al zei, we zien dat de regels van waterschappen, gemeente, provincie en Rijk samenkomen. We hebben een anders werkend loket. De proceduretijd wordt in principe eigenlijk altijd 8 weken. En waarschijnlijk, en dat is een beetje afhankelijk van hoe jullie dat als gemeente hebben ingericht, gaat er ook het nodige veranderen in de leges. Ja, dus bijvoorbeeld voor milieu kunnen er nu leges straks gegeven worden. Maar er gaan ook wel wat inkomsten anders lopen, omdat de WKB wordt ingevoerd. Dus dit zijn dingen waarvan wij denken van, goh, deze ontwikkelingen, ja, daarvoor moet je dus een plek gaan inrichten in je KCC, front office, back office en wie binnen jullie organisatie, gelet op de type vragen die je hebt. Ja, die moeten dus eigenlijk samenkomen in jouw organisatie. En als je dan dieper gaat kijken eigenlijk, en je gaat daarvan uit, dan zie je eigenlijk dat we bij de meeste gemeenten zien, ook op basis van de ervaringen vanuit de klantreizen, dat de meeste bewoners en burgers eigenlijk beginnen met het zoeken van informatie op jullie eigen website. Dus het updaten van je website, het goed op orde brengen, misschien wel juist aan de hand van die veelgestelde vragen, daar een heel duidelijk verhaal hebben staan, is heel erg is van belang, zal ik maar zeggen, om het aantal vragen aan de voorkant af te vangen. Het is ook makkelijker om eigenlijk je website soms aan te passen of om dingen uit te leggen dan natuurlijk via de checker. De checker is natuurlijk niet bedoeld om een wetgeving uit te leggen. En soms kun je dingen makkelijker in een alinea uitleggen dan dat je er 3, 4 of 5 vragen over stelt. He, dus die balans is ook van belang. Nou, Lotte Hoek is hier aanwezig. Zij is bij ons communicatieadviseur. Zij zal straks iets vertellen dat wij ook vanuit de VNG en het programma ook jullie voorbeeldteksten aanleveren die je kunt gebruiken om op die website te plaatsen. Het tweede stuk, hè, dus die website op orde brengen. Het tweede stuk wat belangrijk is, is natuurlijk het hele omgevingsloket en de ontwikkeling die daarin is. Nou ja, wat ik net al aangaf, is dat het omgevingsloket
met zijn checker, met de aanvraagmodule, met maatregelen op maat en regels op kaart. Daar zit een behoorlijke verandering in. Nu maken jullie mensen misschien ook nog wel gebruik van ruimtelijke plannen. Nou, dat gebruik om te kijken of iets mag op een bepaalde locatie. Nou, dat gebruik gaat behoorlijk veranderen. Dus van Patricia, de ene. Ja. Ik wil even aandacht vragen. Er zit een vraag in de chat die ik graag even in de groep zou willen gooien. Je had het over het belang van de website en de vraag van Dirk Paulet is: zijn er gemeentes die hun website nu al op orde hebben, die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen? En zijn dat gemeenten die hier in de chat zitten natuurlijk. Dus als je dat hebt, zet dat even in de chat. Dan kunnen mensen daarnaar gaan kijken. Ja, dan kan Lotte dat ook zo meteen meenemen in haar communicatieverhaal. Ja, helemaal goed. Oké, ja, top, dankjewel. Dus wat ik net aan het vertellen was, als het gaat om die checker. Hè, dus om die checker. Daar komen dus eigenlijk al die vragen samen. Daar verandert heel veel in, ook voor het gebruik van de, de medewerker. Daar moet je zelf als gemeente natuurlijk ook met je toepasbare regels ook het een en ander in veranderen. Veel gemeenten kiezen ervoor eigenlijk om in de basis, in de BRICS, wat toepasbare regels aan te passen. Sommige gemeenten gaan daar eigenlijk ook al wat verder in. Echt substantiële aanpassingen ga je natuurlijk pas krijgen op het moment dat je je omgevingsplan gaat maken. Een van de afwegingen die je zult moeten maken is van, goh, ga je je omgevingsplan echt zo lang oprekken tot 2032? Of zeg je van, goh, een bepaalde dingen ga ik toch al naar voren trekken, waardoor ik eigenlijk ook de checker op bepaalde onderwerpen misschien ook wel wat makkelijker en eenvoudiger kan doen. We weten van de ervaringen van de waterschappen. Die hebben, vond ik wel heel mooi toen ik dat verhaal hoorde. Dus de waterschappen hebben natuurlijk ook hun waterschapsverordening die ze moeten aanpassen. Die hebben een wat ander tijdspad dan de gemeente. En bij hun is de ervaring heel erg dat de mensen die de toepasbare regels opstellen en die de waterschapsverordening opstellen, dat die heel nauw met elkaar samenwerken. Omdat je op die manier heel goed kan nagaan van wat wil je nog wel en wat wil je nog niet regelen. En hoe kun je het dan ook zo eenvoudig mogelijk regelen. Dus een tip voor de mensen die bezig zijn met het omgevingsplan. Kijk ook voor de mensen die vragenbomen gaan bouwen in die checker voor je eigen lokale regels. Of je die expertise wat meer op elkaar kan verbinden. Wat er verder nog als winst aan zit te komen in die vergunningcheck is ook van op het moment dat we steeds meer die regels aan die locatie kunnen verbinden. Hoeven we ook geen onzinnige vragen meer te stellen. Dus dan kun je eigenlijk ook de vraag eigenlijk heel makkelijk koppelen aan die locatie. En weten we eigenlijk al op het moment dat iemand zijn locatie heeft ingevuld, zijn sommige vragen ook niet meer echt nodig. Dus wij verwachten dat op het moment dat dat gaat gebeuren, dat ook daar nog wel winst te halen is voor het gebruik van de vergunningcheck. Voor nu is die in ieder geval aardig volledig. Ja, dus we hebben een volledige vergunningcheck. Sommigen zeggen misschien is die wel te volledig, waardoor die wat complex is. Maar dat is altijd dan een. Maar we hebben in ieder geval, jullie als medewerkers kunnen daar in ieder geval aardig mee uit de voeten. Als het gaat over de front office. /KCC, hè, zoals ik net al zei, ik ga geen keuze maken hoe jullie dat als organisatie hebben ingedeeld. Is het wel van belang dat je voldoende parate kennis hebt? Nou, kijk daarvoor in ieder geval naar de veelgestelde vragen die je daar aan de voorkant hebt. En pas daar ook je website op aan. Nou, ik weet dat er gemeenten zijn die zeggen van, goh, wij zorgen inderdaad voor een enorme up-to-date website. Dat is eigenlijk ook een soort van kennisbank voor onze KCC en front office medewerkers. Daar hebben we ook onderwaterschermen onder zitten, die mensen kunnen raadplegen. En op die manier, hè, voor die mensen die dan niet via de website binnenkomen, kunnen we op die manier toch ook wat extra informatie daarin neerzetten. We zien ook dat een aantal organisaties op dit moment eigenlijk ook een soort van eigen kennisbank hebben om die voorkant goed te helpen en op die manier ook wat uniform te werken. En zometeen zal Robert Hulst ook iets laten zien over een instrument dat het informatiepunt leefomgeving voor jullie ontwikkelt. En dat is eigenlijk voor veel gestelde vragen die wij verwachten vanuit initiatiefnemers, hebben wij eigenlijk ook een soort van wegwijzer waarin KCC-medewerkers en front office medewerkers daarvoor het antwoord, daarin kunnen kijken om het antwoord te zoeken. Dus voor veel gestelde vragen faciliteren we dat eigenlijk op landelijk niveau. En dan zul je eigenlijk vooral lokaal nog moeten kijken voor je eigen lokale vragen, dat je zoiets dan nog eigenlijk aanvult. Ja, dus wij kunnen natuurlijk niet landelijk zeggen hoe de lokale kapvergunning erin zit.
Datzelfde speelt ook bijvoorbeeld, hè, dat is een gesprek wat ik vrij veel heb gevoerd in een aantal regio's over natuur. Natuurvragen komen er straks steeds meer in voor. En natuur is echt wel een komt echt veel nadrukkelijker voor. Of worden we veel meer met de checker mee geconfronteerd, zal ik maar zeggen. Zo zou ik het bijna willen noemen, dan in de huidige situatie. Ik kan jullie vertellen dat, nou ja, jullie hebben natuurlijk zelf eigenlijk ook de berichten gezien vorige week over het isoleren van spouwmuren. Naar aanleiding van misschien een bericht van Vereniging Uit Huis. Ik weet niet of jullie dat bericht hebben gezien. Waarin eigenlijk ook gemeenten natuurlijk de taak hebben om een volledigheidstoets te doen. En een informatieplicht aan initiatiefnemers om mensen daarop te wijzen. En dat dat ja, per gemeente toch wel verschillend wordt ingevuld. En dat gemeenten daar soms ook wel mee worstelen met de kennis en de expertise die ze daarmee hebben. Mag ik even dit verhaal even afmaken? Ja, dat mag. Dus dat ze daarin heel erg worstelen met hoe beantwoord je eigenlijk zo'n vraag. En in dat geval is het heel erg van belang dat de provincie heel nadrukkelijk gaat kijken. Ook van, goh, hoe ondersteun ik bijvoorbeeld mijn gemeente in mijn regio om dit soort natuurvragen op te vangen. En je ziet daar in de regio's verschillende modellen. Je ziet een provincie, hè, ik weet dat Gelderland bijvoorbeeld heel nadrukkelijk aan het kijken is, hoe gaan we de gemeente en de omgevingsdiensten die die taak uitvoeren, zo goed mogelijk helpen. Zitten wij, bij wijze van spreken, van 9 tot 5 elke dag klaar om een vraag die aan de voorkant binnenkomt, om die te beantwoorden? Of worden mensen naar ons doorgestuurd? Of is het een mix van dat model? Of moeten we misschien ook wel mensen aan de voorkant van gemeenten op gaan leiden om die natuurvragen goed te beantwoorden? Dus dit zijn eigenlijk ook aan die achterkant, hè, dus dan zie je eigenlijk ook aan die back-office, hoe krijg je dan eigenlijk met elkaar die vraag rond? En kies je dan ervoor om als gemeente, als een vraag wordt gesteld, om die hele vraagafhandeling te doen? Of ga je mensen doorverwijzen? Nou, ik weet in de provincie Overijssel zijn de gedachten om ervoor te kiezen van nee, wij willen eigenlijk als gemeente eigenaar blijven van de vraag. En wij zorgen dat een initiatiefnemer het antwoord krijgt. Nou, ik weet bij andere gemeenten is dat ze dat eigenlijk op een andere manier willen. Het maakt mij eigenlijk, ja, eigenlijk vind ik het net in het kader van de omgevingswet, zou ik het mooist vinden als je eigenaar blijft van die vraag. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een andere keuze maakt. En dat je dat dan wel bewust doet. Inge. Vanuit de chat. Ik bedoel, dit verhaal, dit leeft enorm wat je nu aan het vertellen bent. Je ziet dat mensen heel erg aan het nadenken zijn over hun eigen website. Maar ook die interne kennisbank waar je het net over hebt. Zijn er gemeenten die dat al hebben opgetuigd, die eigen interne kennisbank? En of ze die kunnen benaderen is een vraag in de chat. En ten aanzien van de back-office, hoe ziet die eruit? Hè? Want in onze sheet staan het IPLO. Maar Ruti zegt, ja, zou je de OD natuurlijk ook niet moeten zien als onderdeel van de back-office van de gemeente? Nou, het antwoord staat nu op de sheet, Ruud. Precies. Ja, klopt. Je was te vroeg, Ruud. Nee, dus, inderdaad. Dat is mooi, want dan kan ik er nu ook tussenuit gaan. Hey, groetjes. Ja. Nou, Ruud heeft het buiten en binnen. Inderdaad, die uitvoeringsdiensten die hangen daar eigenlijk net zo goed eigenlijk als we het hebben juist over die serviceketen, is zowel de omgevingsdienst, maar eigenlijk ook de andere overheden waar die vraag juist over gaat. Dus ook moet je eigenlijk ook zien als je interne, als eigenlijk diezelfde back-office. Hè? Want je wil die burger eigenlijk ook datzelfde antwoord geven om daaruit te komen. En als je het hebt, dus we hebben natuurlijk veel met elkaar misschien wel geoefend. Hè? Jullie ook met omgevingstafels. Hè? Dan gaat het echt vaak om complexe vragen. Maar we hebben natuurlijk ook, hè, als het gaat over het isoleren van een spouwmuur, dan zullen de meeste mensen zeggen, dat is niet een complexe, dat is niet iets complex. Dat is eigenlijk iets eenvoudigs. Maar dan nog zie je dat vanuit die andere regelgevingen er toch vaak wel wat dingen bij komen. En hoe ga je dat dan eigenlijk organiseren? Geldt zowel eigenlijk op het moment dat iemand een initiatief heeft, als ook op het moment dat iemand een aanvraag heeft gedaan. Als je, ik zie een vraag over hoe de provincie Utrecht erin staat, dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat een aantal provincies dit oppakt. En ik heb ook wel met de provincies, ook op dit moment contact, of het niet handig is dat ook de provincies onderling het een en ander afstemmen. Ik weet in ieder geval dat daar ook, dat bij 12, dat is de ondersteuningsorganisaties van de provincie, dat zij ook kijken hoe ze dit oppakken.
Als het gaat om die kennisbank, Inge, ja, er zijn gemeenten die een eigen kennisbank hebben, een eigen lokale kennisbank hebben, die hebben ze vaak nu ook al. Hè. Ik weet dat gemeente Zwolle er aan zo eentje bouwt en ik weet ook dat OD de Vallei ook aan zoiets werkt. Hè. Dus die doen dat dan voor de regio. En je moet dat dan, ik adviseer jullie dan wel om eigenlijk daar waar het gaat om die landelijke vragen, om daar aan te sluiten bij de wegwijzer die wij landelijk ontwikkelen. Ga daar dan niet de tijd en de energie in steken. En we nemen jullie mee wat daar dan eigenlijk een rol speelt. Nou, de rol van het IPLO is eigenlijk, kijk, primair is verantwoordelijk voor de vraagafhandeling, ook voor de vragen over het loket, is het bevoegd gezag verantwoordelijk. Daar wil je eigenlijk ook dat de initiatiefnemer geholpen wil worden. Als het IPLO staat jullie bij op het moment dat jullie er niet uitkomen met allerlei vragen. En op het moment dat jullie tegen dingen aanlopen. Dus in principe ga je zelf eigenlijk zorgen dat je zelf je organisatie op orde is. Gaan we met elkaar kijken hoe we dat goed doen. Daarvoor ontwikkelen wij een aantal producten. Die laten we zo meteen zien. Maar primair moet je zelf zorgen dat je klaar bent. En kun je voor de wat meer... Kun je ook kijken op de IPLO-website voor nadere informatie. Kun je de wegwijzer raadplegen. Kom je er dan niet uit, dan kun je altijd met het informatiepunt leefomgeving contact opnemen om je vraag beantwoord te krijgen. Daar zijn ze voor. Maar we willen ook voorkomen dat alle vragen één op één worden doorgezet naar het IPLO. Dus vandaar dat ik dit ook even zo streng neerzet. Van ja, je hebt zelf ook wat te doen om zelf dit ook in te regelen. Want als jullie alle vragen één op één gaan doorzetten naar het IPLO... Ja, dan kunnen we net zo goed de gemeente op gaan heffen en dan kunnen we alles bij het IPLO binnen laten komen. Dat is volgens mij ook niet de bedoeling. Dus jullie hebben daar ook zelf een taak in te doen om dit op te pakken. En als er storingen zijn in het loket, dus een beetje een storend plaatje zou ik bijna willen zeggen. Inge, ik heb langer. Ik heb tot half elf. Ik had 50 minuten. Maar goed. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is eigenlijk dat die storing is eigenlijk... iedereen die een storing heeft ervaard, kan die altijd melden bij het IPLO. Dus die hoeft op zich niet via het gemeenteloket om dat op te pakken. Dus... op die manier komen we eigenlijk een heel eind verder. Wat verder nog van belang is, is eigenlijk het hele nazorgteam. Het nazorgteam is van belang om, als je tegen lokale problemen aanloopt, dat je dat eigenlijk ook lokaal kan oplossen. Dus je hebt een eigen team nodig. Je hebt een eigen team nodig om dit ook voor elkaar te boksen op het moment dat je vastloopt in je website. Als je problemen hebt met je toepasbare regels, met je content en met je beleid. Dus kijk uit met het afbouwen zomaar van allerlei projectteams en projectorganisaties. Wij weten niet zo goed wat er gaat gebeuren op 1 januari. Maar dat er vragen gaan voorkomen, dat is duidelijk. Dus dat betekent dat je eigenlijk wel een flexibel team nodig hebt om dat op te pakken. Ik heb gemeenten gehoord die zeggen, wij gaan eigenlijk op het moment van inwerkingtreding, zetten we de front office en de back office eigenlijk bij elkaar. Hebben we elke ochtend of 1 keer in de week een oploopje en gaan we kijken waar we tegen dingen aanlopen. En gaan we heel pragmatisch eigenlijk in zo'n nazorgteam op die manier aan de slag. Wat voor de rest van belang is, is dat, en dat wil ik graag aan jullie meenemen. Ik verwacht, en dat beeld wordt ook bevestigd door heel veel gemeenten, dat het aantal aanvragen dit jaar enorm gaat stijgen nog. Dus voor 1 januari gaat, denk ik, het aantal bouwaanvragen, het aantal huidige aanvragen, mensen gaan echt wel voor 1 januari indienen. En ik vind ook, eerlijk gezegd, dat als jij nu weet dat mensen een initiatief hebben, dat je mensen ook nu erop moet wijzen van, joh, let op, per 1 januari komt de omgevingswet eraan. Ga je een aanvraag indienen voor 1 januari of na 1 januari? Doe je het voor 1 januari, ja, dan moet je even gas geven en moet je je initiatief voorbereiden en doe je dat in het huidige omgevingsloket. Maar dien je niet op de knop indienen voor 1 januari, ja, dan ga je over naar een ander regime en moet je eigenlijk opnieuw beginnen met het samenstellen van je aanvraag. Met name als gevolg van de WKB verwacht ik eerlijk gezegd dat heel veel mensen ervoor gaan kiezen
om een aanvraag voor 1 januari in te dienen. En ik hoorde ook van gemeenten, dat doen eigenlijk bouwbedrijven sowieso al, omdat ze altijd al bang zijn voor leesjesverhogingen. Dus die piek zien we sowieso eigenlijk altijd al. Maar die zou nog wel eens versterkt kunnen worden. Dat heeft als voordeel dat je een piek hebt voor inwerking. Dan heb je een piek eigenlijk voor inwerkingtreding met het afhandelen eigenlijk met je huidige regime en met je huidige middelen. En dat heeft een soort van dipje eigenlijk in het begin volgend jaar. Dus daarmee kun je misschien wat natuurlijker ingroeien in die omgevingswet. Ik zie een aantal mensen knikken. En ik denk dat dat eigenlijk wel iets is om met elkaar rekening te houden. En ik zie inderdaad Mark eigenlijk terecht. Er is wat berichtgeving over de WKB. Dat uit de wet kwaliteitsborging, waarbij de gevolgklasse 1 zou eerst eigenlijk voor alle kleinere bouwwerken en verbouwingen gaan gelden per 1 januari. En Hugo de Jonge heeft onlangs in een toch wel wat onverwachte brief voor ons aangekondigd dat verbouwingen daarvan worden uitgesteld naar 1 juli. Dus het kan zijn dat die piek zich misschien juist nog wat meer uitsmeert. Hè? Dus dat je wel de woning, hè? Dus dat je daarmee eigenlijk op die manier het een en ander binnen gaat krijgen. Ik ga even verder. De vraag is eigenlijk op het moment dat als je dit allemaal met elkaar hoort en je ziet dit, dat je eigenlijk de diepte ingaat wat dit betekent voor je KCC, je front office, je back office of andere gemeentelijke afdelingen. En eigenlijk ook alle andere organisaties die daarbij horen. Hè. Dus eigenlijk zou je deze misschien ook nog wel wat van, goh, hoe ga je daarmee om? En je ziet smalle KCC's en je ziet vette KCC's. En de vraag is van, dat was ook net van een van onze vragen, volgens mij zei het merendeel van eigenlijk willen we de manier waarop we de vragen verdelen eigenlijk op dezelfde manier blijven doen. En als we die vragen op dezelfde manier blijven doen, ja, kan dit stelsel zoals je daar dan voor hebt gekozen, zoals je dat nu hebt, kan dat dan in stand blijven? Hè? Dus je zit in, dus, en de vraag aan jullie is, van joh, wil je eigenlijk ook op deze manier zo blijven werken. Als we het hebben over investeringen en over van waar wil je staan op 1 januari, dan zie je eigenlijk dat het klant, als je niks doet, dan zul je eigenlijk zien dat het merendeel van de vragen eigenlijk straks binnenkomt bij het KCC, 90%. En naarmate je meer gaat doen, zul je eigenlijk zien dat je ook vragen kunt doorbegeleiden via de website of via de checker. En de vraag is een beetje van, waar zetten jullie op in? Hoe zie je dat per 1 januari? En hoe ga je het een en ander ook oppakken in die tijd? Dus als het gaat om die wat meer eenvoudigere vragen. Wat daarin van belang is, is eigenlijk dat je een onderscheid maakt in het type aanvrager dat je hebt. Dus heb je, ik had vorige week, zat ik bij een regio en die zeiden van ja, eigenlijk willen wij als het gaat om de professionele aanvrager een wat ander dienstverleningsniveau aanbieden dan voor de eenmalige aanvrager. Als jij aannemer bent of milieuonderzoeksbedrijf of weet ik veel wat, dan mag je eigenlijk ook wel enige professionaliteit van die kant verwachten. En zouden we eigenlijk niet meer op elke vraag een antwoord moeten geven? Nou, het kan zijn dat je daar in de overgangsfase daar misschien nog wel een gezamenlijke zoektocht van maakt. Maar daar kun je natuurlijk wel onderscheid in maken in hoe je met mensen eigenlijk, hoe je je dienstverleningsniveau inricht. En dat je eigenlijk ook een onderscheid maakt in de type vragen die je hebt. Welke type vragen wil je al meteen aan een loket beantwoorden? Welk type vragen maak je een afspraak voor? Welk type vragen ga je ook leesjes voor vragen? Er zijn ook gemeenten die daarvoor kiezen. Hè? Als het gaat om een wat complexere vraag, dan laat ik een officieel verzoek indienen en ga ik daar ook leesjes voor vragen. Dat zijn de vraagstukken waar je voor staat en waarvan ik eigenlijk hoop dat jullie daar al voor een deel over hebben nagedacht, maar dat die ook passen in de organisatie die je nodig hebt. Nou, wij bieden een aantal hulpmiddelen aan en dat zijn onder andere dat wij teksten aanleveren voor die gemeentelijke website. Natuurlijk heb je straks ook de vergunningcheck waarvan wij denken dat ook front-office medewerkers en ook back-office medewerkers, en ik denk dat dat verstandig is, zelf gebruik gaan maken voor die checker, juist om een volledig beeld te hebben
waar je aan moet voldoen. We hebben die wegwijzer waarin die FAQ's in zitten verbonden. Maar je hebt waarschijnlijk ook nog een lokale kennisbank die je hebt up-to-daten. En we hebben natuurlijk altijd nog steeds het informatiepunt leefomgeving. Waar je ook, kom je er nog niet uit, waar je ook met je vragen terecht kan. Nou, als we het nog hebben over die interbestuurlijke vragenbomen. Hè, wat ik net al zei, een aantal gemeenten kiezen ervoor in de toepasbare regels voor die checker. Kiest ervoor om... we noemen dat vaak de brikstaken, om daar de vragenbomen op aan te passen, zoals ze ook in het huidige loket zitten. Maar omdat die drie overheden, die drie rijksoverheden elkaar raken, zien we dat de waterschappen, de provincies en de gemeenten zich op drie thema's even moeten kijken van, goh, hebben we daar niet strijdige regelgeving? Het gekke is dat we dat nu misschien ook wel hebben, maar juist door de checker en juist door het loket komen we erachter dat sommige regels elkaar akelig raken en misschien wel overlappen of elkaar wel tegenspreken. En wij denken op deze 7 thema's, met dank aan de provincie Gelderland, aan de mensen in de provincie Gelderland. Dit zijn de 7 thema's die daar zijn genoemd, waarvan we ze zeggen van deze verdienen expliciet aandacht, ook als we het hebben over toepasbare regels. En we stemmen die toepasbare regels af tussen die overheden. Hier moeten we naar kijken op het moment dat we hier aan gaan zitten sleutelen. Er zijn ook diverse werkgroepen voor. Die dat her en der oppakken. En dat voorkomt dat je daardoor gekke vragen hierover krijgt aan het serververhaal. Nou, wat ik net al zei, is dat we landelijk werken wij natuurlijk ook op het moment dat er calamiteiten zijn, werken we aan een calamiteitenorganisatie, hebben we sowieso ook het informatiepunt leefomgeving klaarstaan op het moment dat er vragen zijn. Maar ook lokaal. Zul je ook lokaal moet je klaarstaan om eventuele dingen die onverwacht zijn of die anders lopen dan zijn en die op jullie pad liggen, om dat ook op te pakken. Als er bijvoorbeeld landelijk een storing is, bijvoorbeeld over in het loket die heel lang gaat duren. Nou, wij moeten ons inrichten als calamiteitenorganisatie, even voor jullie beeld. Dan denken we er ook naar van, goh, kun je dan iets van op dat moment een papieren formulier beschikbaar stellen. Echter, voor jullie eigen lokale regels moet je dat wel even zelf bedenken hoe je dat dan zou willen. En mensen hebben mij ook wel vaak gesteld van, goh, kun je niet een landelijk papieren formulier beschikbaar stellen? Nou, wij gaan dat niet landelijk promoten, omdat dan bevoegdgezagen soms ook in de problemen komen, want zij willen dat vaak ook niet, hè, want dat moet je dan ook weer invoeren in je softwaresystemen. Dus, maar het staat je altijd vrij als gemeente om zeker voor veel voorkomende aanvragen, om dat gewoon zelf te maken. Zou je sowieso misschien al zelf klaar kunnen zetten. Dat je dat in ieder geval ook al achter de balie hebt liggen. Deze ga ik even overstaan. We hebben een klaar voor de start tool ontwikkeld. Daar zitten ook allerlei dienstverleningsvragen in om dat op te pakken. Samenvattend. Eigenlijk, de vraag is die jullie je moeten stellen is van, welke service wil je bieden? Hoe benaderen initiatiefnemers je? Wat leren we van de vragen van vandaag? Hè? Dus die jullie vandaag binnen hebben gekregen. Hoe wil je vragen aan de voorkant doorgeleiden? Ga je dat op dezelfde manier doen? Vind ik een prima keuze. Ga maar uit hoe je dat dan op wil pakken. En wat is je balans tussen website, checker en klant, en het klantcontact dat je aan de voorkant wil hebben? Nou, wat heb je daarvoor nodig? Daar zie je eigenlijk een aantal elementen. Daar heb je kennis voor nodig. Je hebt een duidelijke taakverdeling nodig. Duidelijk hebben hoe je relaties eigenlijk ook is met andere overheden. Je communicatie moet op orde zijn op je website. En daar waar nodig heb je ook je toepasbare regels aangepast. Voor dit moment, als je kijkt naar de overgangsfase en je transitiefase, is dat je vanaf oktober moet je rekening houden dat er een landelijke campagne komt. Waarin mensen worden gewezen op de omgevingswet komt eraan. Dat zal een sobere campagne zijn. Het is niet zo van hoera, hoera, de omgevingswet komt eraan. Maar zal vooral zijn van, hij komt eraan, let op. Ik raad jullie aan om dat in jullie communicatie eigenlijk ook te ondersteunen bij die initiatiefnemer die nu bij jullie aan de balie komt om mensen daarop te wijzen. En ook om er te kijken van, goh, wil je dat nou heel erg
stimuleren om die aanvragen voor 1 januari binnen te krijgen. En zeker ook nog straks met die wijziging van die WKB, straks misschien ook wel in de loop van de komende maanden nog. En hoe zit jouw intern zorgteam eruit? En hoe breng je je eigen lijn op stoom? Want wat we wel veel zien is dat projectleiders als een dolle de afgelopen jaren hebben geprobeerd om processen goed in kaart te brengen. Maar dat het ook wel lastig is geweest om lijnorganisaties goed mee te krijgen in die invoering van die omgevingswet. En dat is ook niet zo gek, want de reguliere lijn moet gewoon nu nog wabelvergunningen verlenen. Maar nu begint wel het opslagpunt te beginnen dat men nu echt aan de slag moet met het organiseren eigenlijk. Zodat je op 1 januari ervoor klaar voor bent. Dit is eigenlijk het verhaal wat ik van mijn kant wilde vertellen. Maar Inge, misschien zijn er nog vragen, opmerkingen die we langs zij kunnen hebben. Dankjewel Patricia voor dit overzicht in hoe dingen met elkaar samenhangen. En vooral ook waar je zelf als gemeente of als andere overheid wat te kiezen hebt. En elkaar ook nog hebt op te zoeken. Ik zie dat er een vraag in de chat is van kun je de checker laten zien? Ik snap de vraag. Ik denk dat we die niet nu laten zien. Maar laten we daar even op terugkomen. Ik denk dat Florien even een antwoord gaat verzinnen hoe ze die kan laten zien. Zijn er andere vragen dan kun je nu de checker laten zien? Op dit moment even aan Patricia. En voordat we overstappen. Wat misschien wel goed is voor de mensen die de checker. Wacht even, ik laat nog even één. Ik ben één sheet nog even aan jullie zien. Om ook even te laten. Van wat ontwikkelen we en wat hebben we? Want het is wel een. In zoverre wel een goede vraag. Want ook de checker en de manier waarop jullie gaan werken. Daar moet je echt zelf mee aan de slag. Wat wij maken landelijk, hè, waar je op kan inspelen, is een voorbeeld van die website teksten. Lotte zal jullie daar ook nog zo meteen iets over vertellen. De basispresentatie zoals ik die nu geef en hoe dingen met elkaar samenhangen, kun je straks gewoon gebruiken. Mocht je in de regio nog vragen hebben, kom ik gewoon langs, gaan we dat verhaal met elkaar doornemen. Ik wil wel dan altijd graag even wat meer gemeenten en het liefst ook wat mensen uit de lijn erbij hebben. We ontwikkelen een gesprek starten van wie beantwoordt welke vraag. Daar zal Inge Kuren zo meteen nog iets over vertellen. Juist om die scherpte op de type vragen die je straks binnenkrijgt goed te krijgen. Als je het hebt over de kennismaking van het omgevingsloket en die checker. Hebben wij in de aanbieding, hè, dat wordt gegeven door het programma ook aan de slag. Is eigenlijk klikdemo's. Ga daar alsjeblieft naartoe. Dan kun je eigenlijk op een laagdrempelige manier kennis maken met het loket. Het functiegericht oefenen is eigenlijk daar ook alweer een vervolg op. En we ontwikkelen eigenlijk een soort van, dat je eigenlijk op een hele snelle en makkelijke manier ook door het loket kan. Maar je kan in ieder geval op dit moment al inschrijven op die klikdemo's. Zodat je eigenlijk al op een, die worden volgens mij nu ook wekelijks zelfs gegeven, begreep ik. Dus schrijf je daarin in en dan word je daar wat, kom je daar wat makkelijker aan thuis. Maar ga het vooral ook zelf doen. Je kan de link zelf staat eigenlijk in de chat. Ja, dus je kan via je projectleider, desnoods, vraag je eventjes van goh, ook hoe je zelf ook kan oefenen. De wegwijzer en het regienetwerk. En eigenlijk in de link zoals die hier staat, kun je eigenlijk bij alle producten die we tot nu toe ontwikkeld hebben, wij noemen dat 0.4 versies, kun je al komen. Dus zie je wat we ontwikkeld hebben. En begin oktober komen we met een fikse update van die producten. En hoop ik 0.8 versies neer te zetten. Maar en we houden in oktober ook een volgende sessie, waarin we explicieter op deze producten ingaan. Waarin we de producten nadrukkelijker gaan toelichten. Maar wij wilden graag deze sessie al even geven, zodat jullie eigenlijk een beetje het totaalverhaal al scherp hebben. En begin oktober hebben we met elkaar ook een sessie waarin we wat dieper ingaan op deze producten. Dat wilde ik nog even zeggen, Inge, want die sheet had ik niet laten zien. Ik wilde iets te snel afronden, maar ik denk dat dat. En ik zie Jens, dankjewel. Je hebt al in de chat de link gezet naar de klikdemo's om je aan te melden. Ja, dat heeft Florien gedaan. Maar, Florien, dank je. Ja, sorry. Ik zie dat je verder van Jurgen Klaver de complimenten krijgt voor het verhaal. Een heel goed overzicht en fijn dat het er nu is. Dus je hebt in ieder geval weer aan een behoefte voldaan. Ik zie een handje van Wil Leuke van de gemeente Meijerijstad. Wil. Wil, je mag je vraag stellen als je even je microfoon aanzet.
Nee, was even per ongeluk, sorry. Oké. Okay. Er was geen vraag, oké. Okay. Nee. Zijn er nog andere vragen voordat we overstappen? Ik zie Ralf nog. Ralf, kom erin. Ja, dankjewel Patricia. Ik denk dat je verhaal heel helder en duidelijk was en ook heel herkenbaar, ook met de facetten die allemaal spelen en welke vragen op ons afkomen. En ik denk dat het terecht is wat je zegt, van inhoudelijk zijn die vragen niet anders dan nu. Ja, want de omgevingswet verandert die vragen niet. Ja, en die vragen komen nu ook onder de WABO veelal bij ons binnen als loket. Waar ik zelf een beetje mee worstel, is het feit dat ik verwacht dat de meeste vragen straks gaan komen over het systeem. Dus mensen die gaan stranden in het DSO. En dat is toch het loket waar ze uiteindelijk een aanvraag in moeten schieten. En ik denk dat wij best in staat zijn om mensen te helpen bij eenvoudige activiteiten om ze door het systeem te geleiden. Mm-hmm. Maar die ingewikkelde activiteiten waar heel veel dingen samenkomen, daarvan concluderen wij zelf als organisatie, maar ik hoor dat ook van mijn collega's in de regio, dat wij het systeem op dat soort aspecten ook niet kunnen doorgronden. Omdat het ik noem maar even hogere wiskunde is, en wij ook niet vaak inzichtelijk hebben welke activiteiten nou aangevraagd moeten worden, hoe je dat precies met goede zoektermen kunt vinden, et cetera. En als wij het antwoord zelf niet weten, dan kunnen we natuurlijk ook onze cliënt niet helpen. Ik vraag me af, bij wie moeten mensen dan terecht als wij als gemeente gewoon het antwoord niet weten? Waar moeten we ze dan naartoe sturen? Ja, kijk, als het gaat om ook een wat meer complexere aanvraag, Ralf, hè, dan zou ik me ook kunnen voorstellen, dat is een beetje ook van hoe je dan de vraag, hoe je zo'n initiatiefnemer eigenlijk wil ontvangen. Is eigenlijk bij een complexere aanvraag kun je ook natuurlijk met een wat meer multidisciplinair team om de tafel gaan zitten. Dus als je vermoedt dat er ook iets van milieu is, dan betrek je daar de omgevingsdienst bij. Als er ook iets van natuur is, dan zeg je ook tegen de provincies. Wat ik zie eigenlijk ook, hè, wat veel overheden hebben gedaan, zeker daar waar het gaat om de complexere aanvragen, dat mensen eigenlijk ook al vaak met elkaar om de tafel gaan zitten en eigenlijk op die manier eigenlijk met elkaar detecteren eigenlijk. Want dat is wat je zegt, hè, van hoe detecteer ik eigenlijk welke activiteiten nodig zijn. Dat zou dan eigenlijk ook de uitkomst moeten zijn van zo'n overleg. Zeker als het gaat om de wat meer complexere aanvragen. Dan ga je eigenlijk, wij noemen dat vaak het initiatievenproces of het... dan ga je eigenlijk ook een soort van omgevingsoverleg starten. Waarin je wel van tevoren eigenlijk gaat kijken welke disciplines zitten daarbij. En ik denk wel dat als we kijken naar de meeste gemeenten, en zeker dat niet allemaal bij de KCC en de front office zit, dat snap ik, maar wel bij back office weet vaak wel natuurlijk waar de relatie liggen. He, dus dat soort vraagstukken denk ik dat je op die manier kunt oppakken. Ik weet ook in een aantal regio's dat men bijvoorbeeld ook vanuit de waterschappen en provincie, GGD'en, heeft bijvoorbeeld een lijstje opgesteld van afhankelijk van het initiatief dat genomen wordt. Denk eraan, dan moet je eigenlijk ook ons eventjes erbij betrekken. Kun je ons ook bevragen? Die lijstjes hebben wij. Want ik weet dat Drenthe zoiets heeft gemaakt. Groningen heeft volgens mij zo'n lijstje gemaakt. Volgens mij heeft Overijssel ook zo'n lijstje. Nou, die lijstjes hebben wij. Die kunnen we ook met jullie delen. Maar het is wel van belang dat jullie eigenlijk in jullie regio afspraken met elkaar maken. Op het moment dat zich zoiets voordoet, dat je dan met elkaar om de tafel gaat zitten. Ja, ik snap je antwoord, maar dan heb je het meer over de inhoud. Ja. En wij hebben ook omgevingstafels en we hebben ook zo'n lijstje, dus dat hebben we allemaal. En we weten denk ik ook wel wie we waarbij moeten betrekken. Ja. Maar als je vervolgens dat ook allemaal netjes met elkaar afstemt en zegt van nou, schiet maar, ga maar naar het loket en schiet maar een aanvraag in. Daar merken we dat dat nog niet lekker loopt. Omdat voor heel veel van die initiatieven spelen heel veel verschillende activiteiten die je dan in dat loket moet stoppen. En daar merken we dat sommige activiteiten niet vindbaar zijn of onbekend zijn of dat er verkeerde formulieren worden gebruikt. En terwijl wij dan ook niet weten het antwoord hebben van ja, je moet dat formulier of die activiteit aanvragen omdat het voor ons gewoon ook niet inzichtelijk is. Ik snap je punt, want het is ook echt wel nieuw werken. Kijk, wat volgens mij de uitkomst wel zou moeten zijn van, hè, dus fijn om te horen dat jullie eigenlijk dat soort dingen, dat jullie daar eigenlijk ook al het een en ander voor op poten hebben. Eigenlijk zou de uitkomst van zo'n overleg ook moeten zijn,
Dat je zegt van goh, voor deze en deze activiteiten heb je waarschijnlijk gelet op wat wij weten. Heb je een omgevingsvergunning nodig? Voor deze en deze activiteiten moet je misschien een melding doen of een informatie. Dat zou eigenlijk het resultaat moeten zijn van zo'n overleg. Hè? Dus dat is denk ik ook goed om dat met elkaar ook zo te communiceren. En op het moment dat je weet voor welke activiteiten je een aanvraag moet doen, ja, dan moet je er eigenlijk in de aanvraagmodule er wel uitkomen. Kun je een activiteit niet vinden, hè, zeker in dit soort complexe situaties, ja, dan lijkt het me zeer geëigend dat jullie ook eventjes contact opnemen met het informatiepunt leefomgeving. Van joh, hoe is dat dan veranderd of zit dat er nog in? Maar dat zou wel eigenlijk ook het streven om dan eigenlijk juist bij zo'n complexere aanvraag zou het resultaat eigenlijk van die stap moeten zijn. Een overzicht van welke, hè, eigenlijk net zo goed als je eigenlijk ook dat overzicht wil hebben uit de checker. Maar eigenlijk in dat onderlinge gesprek eigenlijk een overzicht van welke activiteiten vergunningplichtig, meldingsplichtig en informatieplichtig zijn. En hoe je die dan, en die kun je dan selecteren in de aanvraagmodule. En als je er dus niet uitkomt, laat een van je medewerkers met IPLO schakelen, want die kunnen je daarbij helpen. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Voldoende, Ralf? Ja, dankjewel. Oké, okay, er zijn nog twee vragen voor jou, Patricia. Martijn, contant. Ja, dankjewel. Ik zag op de link die door jullie was gestuurd voor wat betreft de webteksten, dat er nu 3 webteksten op staan. Even uit mijn hoofd van de omgeving, het WKB en nog eentje geloof ik. Maar er is ook een pagina bij de VNG waar meer productgerichte ook teksten worden gegeven. Bijvoorbeeld over bestemmingsplannen of over bouwen. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat jullie 3 webteksten hebben klaarstaan die hoog overgaan. Maar kunnen jullie ook standaard webteksten aanleveren voor bijvoorbeeld het omgevingsplan, omgevingsprogramma, omgevingsvisie. En voor meer de producten waar de mensen echt iets aan hebben. En wat nu zit elke gemeente volgens mij ook een beetje voor zichzelf te doen. Lotte, dat zou ik even aan Lotte willen vragen. Martijn, mag ik jou heel even, wij komen zo meteen terug, want Lotte gaat zo meteen iets vertellen over communicatie, komen we zo meteen even op die vraag terug. Dat is een beetje de wat ik heel graag zou willen. Oké, dan hebben we nog een vraag van Annick Gielen. Goedemorgen. Ik werk bij de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant en ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, wij zijn vanuit de Omgevingsdienst heel erg aan het zoeken, ook hoe gaan we dat inrichten in combinatie met de gemeentes. Want wij verwachten best wel veel vragen ook naar wat hier al genoemd werd. Omdat er onder andere het antwoord gaat komen uit de checker. Neem contact op met de gemeente. En als het over milieubelastende activiteiten gaat, dat zij vervolgens gaan doorverwijzen naar de omgevingsdienst. Ja, we willen natuurlijk voorkomen dat ze een beetje van het kastje naar de muur worden gestuurd. Want ja, bij ons, wij hebben geen front office, we hebben geen KCC. Mm-hmm. Dus wij moeten ons daar nog helemaal op inrichten. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat in andere regio's nu gedaan wordt. Ook door gemeentes, de samenwerking tussen gemeentes en omgevingsdiensten. Zijn daar al in andere regio's, zijn ze daar al mee bezig? Jazeker. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Breek maar gewoon even in dan. Ja, anders kan ik iets zeggen over Overijssel. Daar zijn inderdaad die partijen bij elkaar gaan zitten. Eigenlijk de partijen die geen front office hebben. Dus de omgevingsdienst, maar ook de waterschappen en de provincie. En die hebben eigenlijk gekeken hoe willen wij nou dat die dienstverlening gaat lopen. En die hebben een voorstel gedaan richting de gemeente. Eigenlijk is dat voorstel, wat Patricia ook aan het begin van deze sessie zei, dat de gemeente blijft eigenlijk eigenaar van de vraag. En die blijft ook de contact houden met de vraagsteller. Dus de vraag wordt uitgezet bij de omgevingsdienst of het waterschap of de provincie. En de gemeente zorgt voor een stukje beantwoording weer terug naar de initiatiefnemer die de vraag gesteld heeft. En daarvoor zijn er een aantal afspraken gemaakt. Er zijn lijsten met contactgegevens gedeeld. Dus afgesproken via welke kanalen die vragen worden ingeschoten en ook weer teruggaan. Dus daarmee is eigenlijk dat hele proces gedekt. Oké. En is er een contactpersoon die daar, dat heeft mede georganiseerd, waar ik contact mee zou kunnen opnemen hierover? Ja, dat zal ik dat zo even in de chat zetten wie dat is? Helemaal goed. Dankjewel. Oké. Okay. En dan zijn er nog... Dan hak ik nu vandoor. Oké. Okay. Er zijn nog 2 vraagjes in... Annemieke Vos heeft nog een vraag.
Ja, dank je. Je zei net, stel je dan vragen ook bij IPLO. Nou, vanuit de Achterhoek zijn we denk ik wel groot gebruiker bij IPLO. Maar ik denk dat daar het hele land en nog meer partijen groot gebruiker worden. Hebben die ook een verhoogde back-office talen? Verhoogde dijkbewaking. Verhoogde dijkbewaking, precies. Ja. Zoals we dat noemen. Volgens mij wel, maar misschien, Robert, kun jij daar zo meteen iets over... Robert, als jij daar zo meteen misschien even iets over kan zeggen van hoe jullie daar... over nadenken, maar ik weet dat daar echt, daar wordt ook vanuit, wat ik net zei, die lijn 5, Annemieke, is daar wordt echt heel nadrukkelijk naar gekeken van, ook wij worstelen op landelijk niveau van, ja, hoeveel dan, hè? Dus dat is heel grappig, want ik kom in de regio en dan zeggen mensen tegen mij, Patricia, hoeveel mensen moet ik meer achter de front office zetten dan straks, ja, dat weet ik ook niet, dan kom ik weer terug in Den Haag en dan vragen ze hier ook, Patricia, hoeveel mensen moet ik meer neerzetten? Ook bij de VNG, weet ik veel wat allemaal. Het is voor ons ook best wel lastig inzetten. Het is wel zo dat ook wij rekening houden met meer vragen. Zij dat ik wel inschat dat jullie complexe vragen... niet meteen op 1, 2 januari komen... maar de complexe vragen eigenlijk wat later gaan komen... omdat ik denk dat iedereen ook zo bezig is... met het ontdekken van het systeem en het stelsel... dat komt. Dus waar ik vooruit wil kijken... is dat ik straks een enorme verhoogde dijkbewaking heb in januari... en dat er dan geen vragen binnenkomen. Dat men het dan gaat afbouwen per maart. En dat ik dan vanaf april, mei, juni opeens heel veel vragen krijg. Dus ik moet heel voorzichtig zijn in hoe ik dit formuleer. En ik denk dat datzelfde misschien ook wel voor jullie geldt. Dus vandaar eigenlijk denk ik echt, als we met elkaar even die spreiding ook goed houden. En op 1 januari zijn we gewoon nog lang niet klaar met de invoering van die omgevingswet. Het is ook een proces wat we natuurlijk met elkaar zijn ingegaan. Dus ik denk dat we daar elkaar scherp op moeten houden. Maar ja, Annemieke, er is ook verhoogde dijkbewaking aan de informatiekant. En ook bij de VNG is er ook verhoogde dijkbewaking. Top. Oké, Patricia, daarmee zijn de vragen beantwoord. Ik zie geen vragen meer in de chat, dus ik stel voor dat we doorgaan naar Lotte. Want voor Lotte stond er naast haar verhaal ook al een vraag. Lotte. Lotte, wil je dat ik jouw sheet deel? Ja, dat kan. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik heb een beperkte sheet, want ik dacht vanochtend dat ga ik nog even maken. Maar ik heb 2 uur in de file gestaan om überhaupt thuis te komen. Dus dat... Dus ik moet hem even beperkt doen, dus ik ga het ook aanvullen. Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Lot Hoek. Ik ben coördinatie communicatie bij de VNG. Ik stuur een team aan van 6 mensen die zich onder andere bezighouden met omgevingswet, maar ook met de WKB. Hou me interbestuurlijk bezig met allerlei zaken en in de meest brede zin van de omgevingswet. Ik heb al een aantal dingen in de chat gezet, omdat ik ook niet zo goed wist hoeveel tijd ik ging krijgen, want ik ken Patrice ook een beetje als die gaat. Dan is de tijd soms bij anderen beperkt, dus vandaar dat ik heel actief al dingen in de chat heb gezet. Wat je ziet is dat er inderdaad een pagina is bij de VNG, de serviceketenproducten. Het woord serviceketen kan je vergeten, het gaat gewoon over de dienstverlening. Patricia heeft een aantal producten laten terugkomen. De wegwijzer, kennismaking omgevingsloket, link door naar de klikdemo's. Daarin is ook vanuit IPLO een stap-voor-stap hulpmiddel om je door het omgevingsloket te bewegen. We hebben ook website teksten daarop staan. Dat zijn inderdaad beperkt. Ik hoorde iemand zeggen, volgens mij was het... Ik moet even kijken zo in de chat. Was een terechte vraag. Ze zijn nu zeer generiek. De bedoeling is wel dat we wat meer gaan inzoomen. Bijvoorbeeld met de topactiviteiten. Dat er echt concrete voorbeeldteksten komen die je kan overnemen. Wel aangepast op de lokale situatie. Die zijn we nu aan het schrijven. Die verwacht ik binnen nu en 2 weken op de website te kunnen zetten. Als het gaat... Waar een beetje de struikel zit, is vanuit het communicatieteam bij ons gaan we gewoon voorbeeldteksten die inspirerend zijn, waar je als lokaal bevoegd gezag zelf mee aan de gang gaat, of kiezen we ervoor om standaard teksten neer te zetten. De lijn die we nu volgen is dat het gewoon voorbeeldteksten zijn waar communicatieadviseurs bij de gemeente die kunnen vastpakken, inspiratie op kunnen doen en kunnen kijken welke richting we op gaan en vervolgens gewoon het op de gemeente zelf gaan herschrijven. Ik hoorde ook de vraag over... Gaan we ook nog iets doen met plan, programma en visie? Ik vind plan een interessante. Er staat ontzettend veel informatie op de VNG-website als het gaat over het omgevingsplan. Maar dat is vooral inhoudelijke informatie, je keuzehulp, de structuur. Dus die gaat heel erg de inhoud in. Ik ben nu redelijk veel in gesprek met communicatieadviseurs. Ik denk zelf dat ze daar niet helemaal wegwijs uitkomen. Dus ik vind het wel een interessante gedachte om te gaan kijken of we een voorbeeldtekst kunnen maken als het gaat over het omgevingsplan. Voor wat betreft... Lotte, mag ik? Ja? Martijn was het, hè? Martijn, toch? Ja, sorry, content? Martijn.
Ja. Martijn, contant, misschien kun jij even met Lotte schakelen over wat je precies verwacht. Want voor je het weet maken wij iets waar jij niet op zit te wachten. Nee, maar ik was ook nog niet klaar met mijn verhaal. Want mijn basisprincipe is dat ik wil wegblijven uit een soort ivoren toren en gaan verzinnen wat jullie nodig hebben. Dus we hebben nu een aantal basisproducten op de website staan als het gaat over de dienstverleningketen. Daar staat ook de oproep van, weet je, dit product in ontwikkeling, kijk mee, geef ons feedback, maar geef ook heel erg je behoefte aan. Dus ik zal zo even mijn mailadres in de chat zetten. Dus ik wil altijd heel graag in samenspraak producten maken. Dus Martijn, is goed om daar nog even over te schakelen, wat inderdaad jouw beeld bij is en wat wij daarin kunnen betekenen. Als het gaat over de visie, wat ik zie in het land, is dat daar best al wel specifieke communicatie op in is gericht. Een visie is ook wel een vrij specifiek programma. Die gemeentes gewoon zelf vastpakken. En daarmee is ook het traject. En het raakt heel erg over welke keuzes wil je maken als gemeente. En wie wil je zijn. En wat vind je belangrijk. Waar liggen je prioriteiten. Ik kan daar een hele generieke basistekst op maken. Over wat is de visie. Maar ik zie dat daar al gewoon wel communicatie op wordt ingericht. Dus daar zie ik niet primair. Tenzij jullie zeggen van dat, daar zien we wel primaire behoeften. Om daar nu actief mee aan de gang te gaan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor programma. Programma is niet echt iets dat wij in de scope nu hebben. Het zit voornamelijk op VTH, dienstverlening en plannen. Waar we onze producten op inrichten. Ja, dat is in ieder geval de focus inderdaad even voor 1 januari. En daarna zou dat misschien nog wel meer kunnen. Maar even voor dit moment willen we eigenlijk vooral die hoek eigenlijk op orde krijgen. Ja. En in de slipstream pakken we ook de WKB mee. En ik weet dat het momenteel wat onrustig is, maar we hebben al wel voorbeeldtekst voor de WKB op de website staan. En we kijken even naar de ontwikkelingen wat daarop aangepast moet worden. Oké, top. Dus kijk gewoon op die website. En ga door. Ik wil even, Inge, Robert moet. Want anders komen we... Mag ik nog twee hele korte opmerkingen maken? Eén minuut, ben ik klaar. Ja. We hebben ook een handreiking communicatie op de website staan. En daar staan eigenlijk een aantal handreikingen voor communicatieadviseurs. Om communicatie over de omgevingswet in te richten. De komende 2 weken komen daar nog een aantal bij. Je vindt bijvoorbeeld ook een handreiking over leesjes. En mijn tweede verhaal is de landelijke campagne gaat starten op 2 oktober. En dat gaat ook iets betekenen voor de communicatie op de website. Dus je moet ook daarin een keuze gaan maken. Wil ik dat rondom de landelijke campagne's ingericht hebben? Of wacht ik daar even mee? Maar dat is wel een keuze die bewust gemaakt moet worden. Ja, nou dat. Ja, dat gaan we niet doen. Ik hoor even een gesprek tussen een aantal mensen. Dus let even op of je microfoon uit is. Ik zie nu nog een vraag van Gerrit de Wit. Gerrit, gaat jouw vraag over communicatie? Ja. Oké, okay, dus stel hem even. In principe gericht aan Lotte. Ja. Je zei dat op die website de start van de serviceketen ook een handreiking met een leesjes komt. Nee, dat is de pagina voor handreiking communicatieadviseurs. Die zal ik ook per direct even delen in de chat. Oké. Okay. Dus we hebben eigenlijk 2 communicatieproducten. Een dienstverleningspagina en de handreiking communicatie. Dan nog als laatste even Jasper Blom, voordat we naar Robert gaan. Ja, ik heb ook een vraag over de schablonen. Want dat is qua dienstverlening ook echt heel erg handig als die nog een nieuwe update krijgen. Want wat er nu vanuit de VNG en regio IJsland is gemaakt, ben ik niet heel erg blij om. Het gaat soms ook echt om BE-niveau en dan heb je soms 8 pagina's voor een ontvangstbevestiging. Dus kijken jullie vanuit VNG communicatie ook nog eens naar van hey, kan daar nog een slag op? En misschien ook met de QR-code, weet je wel, als bij die WKB gaat heel erg over je moet nog veel meer inleveren, veel meer meldingen doen, dat ze dat snel kunnen scannen en meteen op het juiste omgevingsloket zitten. Dat soort ideeën om wat met je dienstverlening te doen. En die brieven. Nou, Jasper, op zich, weet je, dit zijn inderdaad de brieven van de regio IJsland. Dus ze zijn niet van ons als VNG. Dus dat is denk ik een terechte opmerking. Dus wij, ik weet wel, daar is een redactieraad. Er is ook een oproep geweest voor mensen om zich daarvoor aan te melden. Dus het zijn niet onze eigen producten. Dus wij kunnen niet zomaar de brieven van een andere gemeente zomaar gaan wijzigen. Wat wel kan, is dat je zegt van goh, ik ga meekijken met de brieven van IJsland om te kijken of ik die ga gebruiken of ik ga die updaten. Dat is mogelijk.
En er komt wel nog een aanvullend pakketje aan, weet ik, over toezicht en handhaving, weet ik. Maar voor zover ik weet, zit het nu niet in de planning om deze brieven te updaten. Oké. Dankjewel, Lotte. Je gaat in de chat nog een aantal dingen zetten. En ik stel voor dat we nu overgaan naar Robert. Robert. Ja, dankjewel. Ja, mijn naam is Robert Hulst. Ik ben adviseur DSO bij het IPLO. En alvast, of nog aanhakend op de opmerking van Annemieke, ik kan inderdaad bevestigen dat op de helpdesk het team gegroeid is in het kader van richting de inwerkingtreding. Om de piekaanvragen te kunnen bemensen. Kun jij het scherm even weghalen? Bij het project Serviceketen en heb meegewerkt aan het hulpmiddel Wegwijzer, die al een aantal keer genoemd is. Ik zal hem in de chat met jullie delen. Is ook al een aantal keer gemeld dat dit nog om een 0.4 versie gaat, dus hij is nog in aanbouw. En er is ook de mogelijkheid om suggesties door te geven aan het IPLO. Ik zal nu mijn scherm delen, dan kunnen we met z'n allen ernaar kijken. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Ja. En dit is dus de wegwijzer, veelgestelde vragen, omgevingswet, WKB en omgevingsloket. En het idee achter de wegwijzer is, neem de situatie van een KCC'er of front office medewerker die aan de telefoon een vraag krijgt. En er is heel veel informatie al online beschikbaar. En dan specifiek op de websites Helpcentrum in het omgevingsloket, informatie.leefomgeving en aan de slag met de omgevingswet. Maar dat zijn drie behoorlijk uitgebreide websites en om zo'n KCC'er dan, terwijl die een vraagsteller aan de telefoon heeft, door die websites te laten spitten met het risico dat ze de juiste informatie niet snel kunnen vinden, dat vonden we erg zonde. Dus daarom is de wegwijzer opgericht. En de wegwijzer is gericht als een soort vraag-antwoordmiddel specifiek is het onderdeel voor het omgevingsloket al behoorlijk gevuld. En je ziet dat er in vragen of in onderwerprubrieken vragen gesteld zijn. Zoals in algemene zin, wat is het omgevingsloket? Maar ook over het inloggen en machtigen zijn een aantal vragen. De vergunningcheck. Bijvoorbeeld is de check verplicht. Dan kan je hem openklappen en dan staat er kort een antwoord met een link naar waar nog uitgebreid antwoord is, afhankelijk van hoe diep je als front office medewerker wil gaan om het antwoord te geven. Nou, en deze link die verwijst dus direct naar het helpcentrum in het omgevingsloket zelf. Nou, en daar staat ook bij van, het is wel altijd handig om eerst de vergunningcheck te doen, maar de vergunningcheck is niet verplicht. Nog een ander voorbeeldje is, kan ik later een activiteit toevoegen in het onderdeel aanvragen? En deze, daar staat een iets uitgebreider antwoord bij en een link naar IPLO met daar zo uitgebreider antwoord. Dus dat is eigenlijk het idee achter de wegwijzer. En voor het onderdeel omgevingsloket, de functionele vragen, daar zijn dus al een flink aantal vragen geplaatst met antwoorden. Maar ook voor het beoordelen van een aanvraag en over de omgevingswet en de WKB, daar komen ook zulkezelfde vragen en antwoorden op. En dat staat nog op de planning. Die komt nog binnenkort beschikbaar. Zoals ik al zei, zijn er suggesties die jullie ook in deze wegwijzer willen opnemen, dan kan dat via het contactformulier voor het informatie.leefomgeving. Dat is eigenlijk de wegwijzer in vogelvlucht. En specifiek gericht op KCC-medewerkers / front office-medewerkers om vraagstellers zo snel mogelijk van juiste informatie te voorzien. Jasper. Ja, ik kan al een vraag bedenken die denk ik veel gaat voorkomen. We gaan met de omgevingswet, WKB, op bodem heel veel naar een meldingstelsel. En als een initiatiefnemer iets fout doet, is het belangrijk dat hij die melding opnieuw doet.
En ik heb gezien dat er een soort van kopieerfunctie is voor initiatiefnemers in die DSO-omgeving. Maar ik denk dat het ons heel erg zou helpen als daar misschien een filmpje of iets over komt van, want wij gaan natuurlijk allemaal sturen van, hey, het is niet compleet, doe het opnieuw. Of dat daar een soort van uitleg over kan worden gegeven. Hoe een initiatiefnemer zijn oude melding, waar dus nog één document aan toe moet worden gevoegd, heel snel opnieuw kan indienen. Waardoor die wel compleet is. Ik snap je punt inderdaad. Ik moet eventjes gaan checken wat er op IPLO staat over het kopiëren van meldingen. Ik weet eigenlijk wel zeker dat daar genoeg informatie over te vinden is op IPLO zelf. Maar een vraag opnemen in de wegwijzer, dat is zeker relevant. Dus ik heb hem genoteerd en ik ga hem eraan toevoegen. Dankjewel. Hartstikke mooi. Snel bediend. Dankjewel ook Robert voor deze heldere en korte presentatie. De link staat in de chat, dus iedereen kan daar nu naar kijken. En zoals gezegd, 1 week 40 worden alle producten geüpdate. Iemand vroeg, kun je precies de datum geven? We proberen het zo goed mogelijk te doen. En dat, of het dan maandag of dinsdag is of woensdag, dat lukt even nog niet om dat te zeggen. Maar in week 40 worden al die producten naar 0.8 versie geüpdate. Dus wees daar zeker van. Dan ga ik nu het voorzitterschap overdragen aan Patricia. Dankjewel. Ik ga het nooit meer doen dit. Nee hoor, geintje. Ik wil eventjes vragen aan Robert. Is het heel overzichtelijk, zal ik maar zeggen, die wegwijzer. Jasper, super fijn dat je die vraag stelt. Want dit zijn de type vragen die we graag even binnen willen krijgen. Want dan kunnen we daar dit op aanvullen. Dus maak daar ook gebruik van. En dan Inge, jij wil iets vertellen over de hulptool. Die nog echt heel erg in ontwikkeling is. Maar die wel vorm krijgt over wie beantwoordt welke vraag. Ja, dat klopt. Kijk, wat ik ontzettend leuk aan deze sessie weer vind, is dat we merken dat iedereen is ermee bezig. Dus iedereen is bezig om na te denken van hoe gaan we dat nou straks doen? Hoe gaan we onze organisatie aanpassen? Als we dat niet doen, hoe weten we dan zeker dat iedereen er klaar voor is? Nou, om je eigenlijk met die laatste vraag te helpen, zijn we nu klaar voor de veranderingen die omgevingswet brengt en zijn met name onze medewerkers die vragen moeten gaan beantwoorden? Weten zij waar ze de informatie moeten vinden? Is dat dan eventueel bij een omgevingsdienst? Of is dat op een andere plek binnen onze organisatie terechtgekomen? Eigenlijk om dat te checken, hebben wij een aantal vragen, zijn we aan het ontwikkelen. We denken niet meer dan 20, 30 vragen te ontwikkelen, waarmee je eigenlijk in de sessie met je medewerkers kan nagaan, hebben we nu voldoende in het snotje waar deze vragen terecht moeten komen, waar het antwoord is. Want het antwoord kan ook op een website zitten. Nou, ik ga even laten zien hoe dat er ongeveer uitziet. Het wordt een heel plat document met gewoon een aantal vragen. En die vragen die hebben we gecategoriseerd langs eigenlijk alle veranderingen die er komen door Omgevingswet en WKB. Dus we hebben vragen opgenomen die daarover gaan. Bijvoorbeeld vraag 2. Iemand wil in zijn tuin een zwembad aanleggen. Het zwembad komt op het achtererf. Is u voor een vergunning nodig? Dit raakt aan het onderwerp ook bodem. Algemene bodemvragen die gaan naar de omgevingsdienst. En dan is de vraag, weten wij in onze organisatie dat gebeurd is? En wat doen we? Hoe gaan we om met die beantwoording? Eigenlijk de vraag die net naar voren kwam, worden wij nu case manager van die vraag? Of wijzen we een initiatiefnemer die vraag stelt door? Zo hebben wij 30 vragen gaan wij verzinnen. En bijvoorbeeld ook hier eentje, iemand is bezig met de vergunning checken en hij komt er niet uit, neem contact op met uw gemeente. Dan is een overweging, wat doen wij hiermee? Wat is ons service niveau? Gaan we nou real-time help bieden aan degene die zo'n vraag stelt of gaan we het anders oplossen? Kunnen wij meekijken in het DSO? Wat zijn dingen, hoe gaan we om met e-erkenning en met machtigingen daarin? Zijn front office medewerkers überhaupt op de hoogte van beslisbomen? Dus dat is de manier waarop je dan in een korte sessie met elkaar eigenlijk kan doornemen. Goh, als ik nu kijk naar alle veranderingen die de omgevingswet brengt, zijn onze medewerkers klaar voor de beantwoording van, weten we eigenlijk hoe wij het als gemeente geregeld hebben? Het is dus iets wat je als hulpmiddel kan gaan inzetten. Gewoon een aantal checkvragen.
Een aantal checkvragen. Een aantal checkvragen. Nou, ik denk dat het voor een aantal gemeenten echt wel kan helpen eigenlijk om met elkaar over het gesprek aan te gaan. Hier, Inge, deze moeten we eigenlijk vandaag al hebben, maar wordt begin oktober. Ralf, jij hebt hier nog een opmerking, vraag over. Ja, dankjewel. Ik werd even getriggerd door het verhaal van Inge, met name die vraag van kunnen wij meekijken met een aanvrager in het DSO? En ja, ik weet het antwoord zelf niet. Ja, ben ik het kan niet. Benieuwd naar. Kan dat? Het kan niet. Het kan niet, maar je kan natuurlijk, wat je wel kan doen, is iemand die een aanvraag aan het opstellen is, die kan hem wel als voorlopige aanvraag of conceptverzoek, zoals we dat nu tegenwoordig noemen, indienen, zodat je in die zin er wel bij kan en wel samen ernaar kan kijken. Maar weet je wat ik het leuke van dit product vind? Is wij gaan niet het antwoord verzinnen. Jullie moeten elkaar met elkaar dat gesprek hebben om daar het antwoord uit te krijgen. Want daar leren ook je medewerkers van hoe het in elkaar zit. Nee, dat is duidelijk. Ja. Ik denk van dat zou misschien wel handig zijn als we dat konden. Nee, dat kan niet. Real-time helpen waarschijnlijk. Daarom is altijd gemeend dat Inge dan dit zo neerzet. Van ja, dat is eigenlijk de wens die we allemaal willen eigenlijk. Ja, maar ik heb er ook wel een oplossing voor. Je kan natuurlijk altijd een teamscall aanmaken en dan samen en dan scherm delen. Dan kun je wel samen in de aanvraag kijken. Dus wees creatief. Ja. Of gewoon mensen weer naar het gemeentehuis laten komen. Gewoon mensen naar het gemeentehuis laten komen. Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook. Oké, creatieve oplossingen met elkaar verzinnen. Ik wil even Florien de Jong. Jij zit hier in de chat heel veel vragen te beantwoorden. Dat weet ze niet, dat ik nu haar woord... Maar zijn er dingen die juist zijn opgevallen? Ik zag mensen al die vragen hadden over de URL. De URL gaat veranderen. Florien, waar ben je? Ja, ik ben er. Hallo. Maar misschien zie je mij niet tussen alle mensen. Die vraag over de URL, die heb ik beantwoord, inderdaad. Dus ik weet niet of het handig is om die nog verder toe te lichten. Maar wat wij wel horen is dat mensen willen verwijzen alvast naar een nieuwe productieomgeving, het nieuwe omgevingsloket. Maar doe dat niet, want de regels zijn gewoon nog niet in werking. Dus dan zijn ze ook niet zichtbaar in het loket. Dus echt pas vanaf 1 januari verwijzen naar die nieuwe naar het nieuwe omgevingsloket, de productieomgeving daarvan. En ook niet mensen nu al laten verwijzen naar de oefenomgeving om eens een kijkje te nemen, omdat daar overheden gewoon echt aan het oefenen zijn. En de informatie die er daarop staat, is niet ook geschikt om aan burgers te laten zien. Ja. Dus. Oké, dankjewel. En ik zag ook nog een opmerking over dat de conclusiepagina is verbeterd in de checker. En toen, ik denk dat ook nog wel kan helpen, zal ik maar zeggen, op het moment dat je natuurlijk bezig bent met het samenstellen van een aanvraag. Die is echt wel wat duidelijker geworden, wat overzichtelijker. Ralf, dat kan misschien ook helpen op het moment dat je zo'n complexere vraag krijgt. Die update is volgens mij deze week of afgelopen week geweest. En toen zeiden mensen, komen er nog meer substantiële wijzigingen? Voor zover ik weet, hebben wij ook gezegd, wij willen eigenlijk echt een soort van slot op de deur. Want het is anders wel heel erg moeilijk oefenen. Alleen echt misschien nog een aantal kleine naamswijzigingen in activiteiten. Dat weet ik dat die er nog aan zitten komen. Maar niet substantieel voor jullie werk. Dat is in ieder geval wat ik ervan weet. Ik ga afronden, mensen. Ik wil in ieder geval Inge, Robert, Lotte, Florien heel erg bedanken voor hun bijdrage in deze sessie. En ik wil jullie ook vooral bedanken voor jullie aanwezigheid en voor al jullie vragen die jullie stellen. Normaal kom ik best wel, ik weet niet of er mensen bij zijn waarbij ik ook in de regio ben geweest. Normaal doe ik dit verhaal veel interactiever en ben ik veel meer in gesprek met jullie. Dus ik vind het heel erg lastig, juist als ik heel lang achter elkaar aan het woord ben. Dus ik mis een beetje dan de interactie, maar dat kan niet als we met zoveel mensen zijn en in teams. Maar dit gesprek wat ik nu met jullie heb gevoerd, of de dingen die ik nu met jullie heb aangegeven. Nou, ik kan jullie vertellen dat ik normaal in gesprek, als ik met mensen die in de regio actief zijn, dat ik niet verder kom dan G2, omdat je zoveel met elkaar hebt uit te wisselen van hoe gaan we het doen. Dus ik zou jullie willen uitdagen om straks of vandaag of als jullie weer op kantoor zijn, om een aantal van die dingen er eens uit te pikken en dit met elkaar te gaan bespreken en hoe jullie dit de komende tijd willen oppakken. Mocht er wat zijn, neem contact op met ons op of via Jerio of rechtstreeks. En we gaan jullie proberen zo goed mogelijk te helpen.
En ik snap inderdaad, ik zie al wat er zijn wat veel linkjes gedeeld in de chat, dat snap ik. Wij gaan die even bij elkaar zetten op één sheet en dat komt gewoon in de presentatie. Ja, dank jullie wel allemaal. Ook bedankt en de groeten uit Limburg van iedereen. Ja, doe de groeten aan mijn ouders. Hè? Zal ik doen, Patricia. Dank je wel.